mensen, welkom in Minimetro. Dit is een puzzelspelletje, kinda. Hij is toch in pre-alpha, maar ik ga hem toch alvast spelen. Ik weet nog niet het verschil tussen forensische toerist. Ik heb nog niet echt daar naar gekeken. En ik ga in New York ga ik spelen. En mijn taak is om alle stations met elkaar te verbinden. En daardoor alle mensen die willen, zoals nu staat op het ronde stationnetje, iemand die wil naar de vierkant en naar de driehoek, is dus mijn taak om te zorgen dat ze daar komen. Nou, dit doe ik dus door allemaal van dit soort lijnen te trekken. Nou, dit zijn dus gewoon de metrolijnen, alsof je op de kaart kijkt. Bij het metrostation, ik weet niet of het bij het metrostation ook zo is, maar op het treinstation van de NS is het in elk geval wel zo, denk ik, hoop ik, dat ik het goed zeg. En ja, zo gaat het dan een beetje. Als jullie kunnen zien, het is nu al woensdagnacht, het heeft 1 minuut 20 geduurd ongeveer, van maandag tot donderdag te komen. Maar ja. Gelukkig gaat het ook zo snel. Want anders zou het bijna onmogelijk zijn. Nou, het is dus ook nodig. Nou, niet zozeer nodig, maar het is slim. Om niet heel veel stations van hetzelfde soort achter elkaar te zetten. Zoals nu kan het nog, want nu is het een driehoekje, rondje, driehoekje. Alleen ja, het gaat toch al wat slechter dan dat het zou kunnen. En zoals jullie ook zien, ik heb nu gewoon al een paar driehoeken achter elkaar gekregen. En dit ga ik ook naar de developers toesturen van wat ik denk dat het gewoon een bug is. Want elke keer dat ik het speel, krijg ik heel veel driehoeken. En ook dicht bij elkaar. Kijk, als het eentje in een linkerhoek zou zijn, eentje in een rechterhoek, eentje de rechter onderhoek, eentje in de linker onderhoek, dan eet je het midden, dan is het wel goed. Maar nu heb ik er drie vlak bij elkaar en dan eentje aan de andere kant van het station. Ja, van het station, van de rivier. Nou, het is nu maandag geworden. En elke week, in elk geval in het begin, krijg je sowieso een nieuwe locomotief. En dan kun je kiezen. In het begin is het tussen een lijn, oftewel nog een kleurtje, of een wagon. Ik ga nu voor een lijn kiezen. Uiteindelijk kun je ook voor tunnels kiezen. En de tunnels zijn nodig, wat redelijk logisch van een tunnel, om onder het water door te gaan. Nou, ik kies er nu voor om deze rode rondje te laten gaan. Nu pak ik een locomotief. En nou, hij gaat nu daarheen. Dus dan zet ik er eentje hier neer. Dus ze gaan nu jammer genoeg tegenovergestelde richting. Het zou mooi zijn. Mooier. Ja, redelijk mooi. Nu kruisen ze elkaar. Als ze in een rondje zouden rijden. Alleen, het is bijna nooit gelukt om hem zo ver te krijgen. Nou ja. Ik heb nu een lijn over. En die plaats ik nu zo. Nu heb ik geen treinen, zeg maar meer. Geen locomotieven. Dus nu kan ik deze blauwe wel maken. Alleen, dat staat er dan ook. Er komt geen trein op. Dus ja, daar moet je ook rekening mee houden. Dat je ook genoeg treinen houdt. Nou, ik heb mazzel. Dit station was eerst een rondje. Het is nu overgegaan naar een kruis. Dat gebeurt wel vaker. En dat zorgt er dus ook voor dat het ook sneller fout kan gaan. Want je kunt zeg maar helemaal perfect uitgedacht hebben. Zo van, oh ja, nou, dan gaat die driehoek naar het rondje en het rondje naar het kruisje. En dan zou dit een vierkantpuntje zijn en naar het vierkantje. En dan wordt het een ander teken. Deze trek ik nu door en laat ik hier naartoe gaan. En deze vind ik een beetje vervelend. Nou, het is nu bijna zaterdag. Dus ik teken alvast dit in. En zo meteen krijg ik een trein. Hoop ik dat dit niet te vol wordt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Als het station te vol is,
Dan heb je nog een timer. En als je in de tijd van die timer het station niet leeg weet te krijgen, dan ben je game over. En dan word je dus het metro systeem door een ander bedrijf gedaan. Als je het zou kunnen noemen. Ja, je kunt het wel zo noemen. Maar of je het ook zo mag noemen in dit spel. Nou, ik heb nu die gedaan. Alleen nu zitten hier dus drie rondjes achter elkaar. En daarom laat ik hem naar de driehoek lopen in plaats van naar het rondje. En nu is dit station is dus één iemand te veel. En dan gaat er de timer. Nou, nu maak ik hem leeg. Maar het kan dus ook gebeuren dat het bijvoorbeeld dit station was. Op het rode traject. Nou, we hebben het nu even over dit station. Het rode traject zit geen ster. Dit station raakt vol. Er komt hier iemand vandaan. Een paar mensen vandaan die naar de ster willen. Nou, die worden er afgezet. Alleen, ja. Dan is het station nog voller. Nou ja, jammer dan. Die zit nog voller. En daarmee moet je dus ook zorgen dat er op elk spoor wel een teken te vinden is. Nu heb ik geen tunnels meer over. Als ik nu zou zeggen, ik wil dit doen, dan kan dat niet. En ook moet je ervoor zorgen. Zal ik zo het ook laten zien. Ik kan nu bijvoorbeeld niet hier vandaan. Nou ja, dat is een beetje slecht om te laten zien. Dat sowieso niet kan. Dat ik geen treinen heb. Als het zo tegen gebeurt dat er ver weg een station is. Die wel dichtbij bij deze is, maar dat ik met deze wil verbinden. Toch zal ik iets laten zien. Dus nu misschien. Nou, hij heeft geen ding, maar. Hij is nog dichtbij genoeg. Maar het kan dus zijn dat de afstand tussen twee stations te groot is en dan kun je dus geen lijn trekken. Dan moet je hem dus via een ander station om de afstand te verkleinen of überhaupt een heel andere lijn er naartoe laten gaan. Dus nu weer bijna maandag kies ik voor de tunnel. Dat kan nu niet. En dan kies ik voor een wagon. Want de rode traject is nu heel vol. Daarnet was hij heel vol. En nu kan ik zeggen, deze trein krijgt een wagon. En dan kan hij dus twee keer zoveel mensen, tekens, meenemen. En omdat groen redelijk groot is. En daar faalde ik. Ik wil zeggen, omdat groen redelijk groot is, geef ik groen een trein erbij. Alleen, dat ging niet helemaal als gepland. Want nu heeft rood er 3. En voor zover ik weet, kun je treinen ook niet van een spoor afhalen. Dat is jammer. Moet ik nog een week wachten. Hopelijk raakt het groen in de tussentijd niet overbevolkt. Rood. Zal het nu heel makkelijk gaan krijgen. Nou, deze werd nu bijna overbevolkt. Maar goed, dat is ook een gedeeld station. Dus dat is al minder erg. Dit ga ik nu proberen anders op te lossen. Dat kan niet. Het is ook vervelend. Blauw bestaat dus eigenlijk alleen maar uit rondjes. Ik laat nu wat verder doorlopen, omdat ik zie dat hier veel wat vierkanten zijn. Geen tunnel. Oké. Zijn alle stations weer op de makkelijkste, nou niet de makkelijkste, maar de kortste manier verbonden. Dit station
Moet ik nu oppassen. En deze nu ook. Deze trein zal nu wat oppikken. En hij zal hopelijk ook oppikken. Oh, het zijn trouwens geen tunnels, maar bruggen. Maar het teken is gewoon een tunnel. Ik geef Groen er nu nog eentje bij. Wanneer ik een nieuwe locomotief heb, zal ik blauw of paars. Ook even vanaf welke drukste krijgt. Ook een nieuwe wagon geven. Wagon, hoe dat trein. Waarschijnlijk blauw. Blauw krijgt het nu hier al druk. En deze is nu ver weg. En zonder dat ik het heb gemerkt, want het gaat heel snel. Nee, heel langzaam bedoel ik. Zijn we ook uitgezoomd. Deze, oh. Is het nu ook zo? En blauw krijgt het steeds moeilijker. En dat hij het wat moeilijker krijgt, zal ik hem nu in een rondje laten gaan. Dat het hopelijk wat sneller en makkelijker voor hem zal gaan. Oh, die is nieuw. Deze krijgt het nu moeilijk. Het is vrijdag. En ik denk dat zo de game over is. Ook het is eigenlijk nog redelijk lang vol. Ik heb namelijk ook mijn vorige tijden gemeten. En ik ben nu al redelijk lang bezig. Belangrijkste tijd was een kwartier. Ik zit nu op 12 minuten. Maar zoals jullie kunnen zien, alle drie op blauw. Dus zoals ik al zei, ik ga een locomotief in blauw geven. Ja, het is nu overbevolkt geraakt. Dit was dus niet gebeurd als die ene wagon die voor groen bestemd was, niet op rood was gekomen. Dan had ik er een beetje over gehad, had ik hem op blauw kunnen zetten. Maar ja, zo gaat het in het spel. Je moet ermee leven. Dus ja. Nou ja, dan krijg je dus het verhaaltje vanwege de langdurige drukte, bla bla bla. Ik heb 598 passagiers geholpen gedurende de 34 dagen. Dat vind ik best redelijk. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.